Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Monica's Echt naar de Tering. Het is vandaag maandag. Ik heb in de nacht buis open zitten krabben. Oh, wat zie ik eruit. Het is echt niet oké. Ik ben dus blijven slapen bij Marcella. En we zijn vergeten het bubbelbad leeg te laten lopen met koud kutwater. Nou, het is nu fucking warm. Dus waarschijnlijk zal het water ook wel warm zijn. Ja, gisteravond was er confetti. Ja, ik moet even dit weer aan om terug te lopen naar onze villa. Want Marcella slaapt een stukje verderop in een hotel. En er zit allemaal confetti in mijn jumpsuit. En het zit zeg maar ook overal op mijn lichaam geplakt. En het gaat er niet uit ofzo. Heel raar. Dus nu ben ik een soort van kind wat in de bioscoop Smarties heeft gegeten. En dat die Smarties al op mij zijn gesmolten. En dat ik niks kan. Oké, we gaan nu teruglopen. Dan ga ik me even opfrissen. En dan gaan we ontbijten. En dan hebben we dag 2 voor de boeg. God, alle Jezus. Echt, ik ben meer dood dan levend. Ik ben weer terug in de villa. En Maan is de enige die wakker is al. Dus de rest slaapt nog. Dus ik heb een goede timing uitgezocht. En ik ga nu eerst zwaar aan de paracetamol, want ik kom deze dag niet door. Ik heb geen idee wat te gaan doen en ik wil het echt heel graag weten. Want ik kan er niet tegen als ik niet weet wat ik moet doen. Kut. Constant fucking heet. Zal ik even Nanne wakker maken of zo? Nee, ga ik niet doen. Ik had hem echt serieus. Zijn lul afgehakt, dus hij heeft op mij afgedaan. Oké, vandaag wordt wel echt een topdag. We gaan naar Waterpark. Godver, dat was mijn koptelefoon. We gaan naar Waterpark. Mijn stem is echt steeds meer weg aan het gaan. Maar dat is zo leuk. Ik had er echt zin in. Ruud ook vooral, die is al vanaf gisteren aan het zeiken dat hij naar een waterpark wil. Dus het is echt chill dat ze ons vandaag even een dagje rust gunnen. En het enige wat we hoeven te doen is beslissen welke glijbaan het leukst was. En dat moet door middel van elke glijbaan afgaan. Nou, dat komt wel goed. We zijn aangekomen bij het waterpark. En het ziet er zo... Nanne. Het ziet er zo vet uit hier. Echt, ze hebben echt mega hoge en grote glijbanen. Ik ga straks even alles beter filmen voor jullie. We zijn nog steeds in het waterpark. Ja, het is echt leuk. Je hebt hier achter ook een glijbaan, zijn we in geweest. Ik weet niet of je het hoort, want het waait best wel hard. Maar het is echt een hele chille dag. Super warm, super chill. Love it. Okay, we zitten dus een hele dag voor een of ander zeeleeuwenbad. Fucking zielig. Daar is mijn grote vriend. Ah, ze zijn er allebei. Maar kijk, het is dus echt super zielig, want ze zitten in zo'n klein kutbadje. En mensen gaan ze de hele dag lopen aaien en doen. En zie je, die beesten willen gewoon dood. Stuur ze gewoon lekker terug de zee in. En nu worden ze dus hierin vervoerd. Nou, dat is wel helemaal zielig. En net zeg ik tegen die vent, mag ik het filmen? Zegt hij, no, it's oké. Okay. Ja, alsof ik het voor hem wil filmen. Ja, yeah, no, thank you, it's oké. Okay. Ja. Oh god, nu gaan die beesten eruit. Dat vind ik echt intens. Oh god, ze worden helemaal onrustig. Ze zwemmen helemaal. Oh, kijk dan, hij gaat erop. Oh, hè? Oh mijn god, hij gaat er gewoon zelf af. Dit meen je niet. Dit meen je niet. Hey, het is 50 euro hè, als je dat wilt doen, nu zien we ze gewoon graag. Dit meen je niet. Oh, dat vind ik zielig dat hij er vanzelf ingaat. Hij weet hoe laat het is. Oh, Jesus, fuck. Wat zijn die groot. Wow, echt rare beesten. Maar dit is dus bizar, dat ze ook op het land zo kunnen bewegen. Holy. Het is 50 euro hè. Ah, maar ze zitten nu zonder water hierin. Oh, wat erg. Lekker naar huis. Waar wonen ze? Huis bij mij. Woont u in Portugal? Ik woon hier 700 meter in vandaag. En elke dag vervoert u ze? Ja, tuurlijk. Ik neem de kinderen toch ook naar huis. Maar hebben ze daar meer zwemruimte? Ja, oh, gelukkig. Ach, hoe heten ze? Baloo en Twiggy. Baloo en Twiggy. Mijn knuffel heet Siggy. Ik heb nog een oude thuis die is een katerakkeel op haar zitten. Echt? Oh, wat leuk.
Wij lopen weer lekker uit het waterpark richting de exit. Volgens mij is het echt een leuke video geworden. En die moet je dus even kijken op Constraint. Ik vond het leuk. Vind jij het leuk? Woe. Toppie. Toppie. Je hebt. Je filmt nu al. Zo gewonnen. Oh ja. Ja. Maan heeft hoogtevrees. Maar ze heeft nu de angst overwonnen. Want ze is in de allerhoogste geweest. En die durfde ik zelfs niet. Nu ben ik een adventurous girl. Nu is ze een adventurous girl. Dus. Reageer allemaal onder Alma naar foto's met Adventurous Girl. Ik heb eigenlijk heel de dag niet meer gevlogd. Het was super leuk in het waterpark. En daarna hebben we gewoon gechilled bij het zwembad. En we gaan nu barbecuen. Lekker buiten gezellig met iedereen. Dus dat ging goed. En daarna pak ik de camera weer eventjes op. Ik weet nog niet of ik vanavond iets ga doen. Ik ben echt fucking moe. Maar ik loop weer eventjes naar binnen. Ik geef een ander shirtje aantrekken. En de barbecue ziet er echt super gezellig uit. Het is de laatste avond van Nanne, Maan en Ruud. Dus dat gaan we even goed afsluiten. We zijn klaar met opnames en iedereen gaat de stad in. Tenminste, iedereen is de stad al in. En ik twijfel een beetje. Ik ga in ieder geval eerst even douchen. En dan beslis ik later wel daadwerkelijk nog de stad inga. Dus ik ga eventjes lekker een douche nemen. Oké, ik heb me snel klaargemaakt en ik loop nu richting club. Taatje is er! Hallo! Wie is dit? Alex Vera. Jij bent van de leuke woordjes. Dit is Monica, gek! Jij bent van die leuke dingen. Nou, ik sta dus nu op de strip. En we waren net in de club en toen werd Nanne eruit gezet. Of all people werd Nanne eruit gezet. Dus nu gaan we even kijken wat we gaan doen. Maar het is wel gezellig. Nou, ik ben weer thuis. Slaap lekker, Tootje. Doei! Slaap lekker. Iedereen is nog uit en wij zijn weer thuis. Ik ben er klaar mee. Ja, we zijn er klaar mee. Helaas, het is nu 4:15. Ik vind het een mooie tijd. Ik vind het ook een mooie tijd. We zien elkaar morgen weer. En Maan en Ruud en Nanne gaan morgenochtend naar huis. Om 6:00, over 1.5 uur. We gaan ze missen. We gaan ze missen, zeker. Maar we gaan ze niet uitzwaaien. Doei. Doei, doei. Ik ga denk ik nog een aflevering Orange is the New Black kijken. Daar heb ik echt zin in. Ik ben gisteren helemaal vergeten de vlog af te sluiten. Dus bij deze, ik heb lekker Orange is the New Black gekeken. En toen hebben Ruud en Maan en Nanne uitgezwaaid. En toen ben ik gaan slapen. Dus bij deze sluit ik de vlog af. Hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal als je het gedaan hebt. En dan zie ik je heel graag morgen weer. Doei!